dit is mijn tweede vlog en ik wil in ieder geval iedereen bedanken die positief en vriendelijk gereageerd heeft op mijn eerste vlog. Ik kan u vertellen dat voor mij dit ver buiten mijn comfortzone is om te vloggen. Alleszins denk ik dat het goed is om ook bepaalde dingen met elkaar te kunnen delen en dat dit daar een goed medium voor is. Dus ik wil iedereen bedanken. Blijf vooral ook feedback geven en onderwerpen aandragen. En dan gaan we toewerken naar een steeds betere op maat gesneden vlog. 4 februari is het Wereldkankerdag. En dit jaar staan de late gevolgen van kanker in de belangstelling. En worden ze centraal gesteld op die dag. En dat is een heel belangrijk onderwerp. Want het goede nieuws is dat we heel veel vooruitgang boeken bij de behandeling van kanker. Veel meer mensen overleven kanker. Maar wat je ook ziet is dat mensen die in het begin dachten van, nou, het gaat over leven en dood. En het is heel belangrijk dat ik iets onderga waardoor ik langer en beter blijf leven. Dat doordat ze zoveel langer blijven leven, ook tegen hele andere levensvragen aanlopen. En soms zijn dat fysieke problemen die te maken hebben met de behandeling die ingezet is. Maar soms zijn het ook vragen over levensdoelen. Dus meer psychische vragen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van als je in een raad van bestuur zit, wat kan je daar dan aan doen als je dit soort dingen ziet in de spreekkamer? Wat als je dit soort dingen ziet bij je patiënten? Om dat te begeleiden hebben we vorig jaar het Centrum Kwaliteit van Leven geopend in het Antonie van Leeuwenhoek. En de reden om heel specifiek een Centrum Kwaliteit van Leven te openen is juist om ook voor die vraagstukken, dus het overleven van kanker of het leven met kanker, om dat op een hele goede manier vorm te geven. Als arts maak ik zelf ook gebruik van het Centrum van Kwaliteit van Leven, op verschillende niveaus eigenlijk. Als een patiënt toch tegen bijwerkingen aanloopt, maar niet alleen bijwerkingen, ook de gevolgen van de kanker zelf, dan kijk ik waar de expertise is in het Antonie van Leeuwenhoek, om dan die mensen te vragen om mee te denken en waar mogelijk ook een behandelvoorstel te doen. Of dat nou te maken heeft met een dik opgezwollen been door lymfe, of dat het te maken heeft met pijnklachten. Dus om onze patiënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden met hun vraagstukken, zie je ook dat er in het Centrum Kwaliteit van Leven heel veel verschillende disciplines ondergebracht zijn. Van ondersteuning op het gebied van de fysiotherapie, maar ook de geestelijke ondersteuning. Er wordt aandacht gegeven aan de ergonomie. Er worden pijnartsen in het ondersteunende zorgteam, er zijn internisten die daarbij betrokken zijn, psychiaters die soms nodig zijn om ook op het psychische vlak nog verder ondersteuning te geven, revalidatieartsen, medisch psychologen. Nou, u hoort het al, een veelheid aan mensen die heel specifiek verstand hebben van hoe je het beste om kan gaan als je problemen hebt met het leven met kanker. Als je mij vraagt wat een ideale vorm van patiëntenzorg is, en als het speciaal gaat om mensen met kanker, dan proberen we daar vorm aan te geven dat mensen het gevoel hebben dat je bij een dokter zit die je echt probeert te helpen, maar die ook voor je door het vuur gaat. Dat die dokter ondertussen in de communicatie het ook nog op een hele goede manier kan uitleggen en je mee kan nemen in alle afwegingen. En dat die dokter ook op de hoogte is van de allerlaatste ontwikkelingen. Want het gaat heel snel op het gebied van kanker en dat is goed. Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen waar mensen voordeel van kunnen hebben. En de kunst is denk ik om te zorgen dat we zo snel mogelijk die nieuwe ontwikkelingen ook gebruiken in het voordeel van patiënten en niet dat daar een vertraging op zit. 4 februari is Wereldkankerdag. En het is heel goed dat er stilgestaan wordt bij kanker in het algemeen. Nou heeft het KWF dit jaar de vraag vandaag ingericht waarmee het mogelijk is om eigenlijk met dokters van gedachten te wisselen over de vragen die u heeft. En ook dokters van het Antonie van Leeuwenhoek werken daaraan mee. Dus mochten er aanvullende vragen zijn, aarzel dan niet om via die weg vraag vandaag, om dat bij het KWF dan ook te stellen. En dan spreekt u wellicht een van onze Antonie van Leeuwenhoek dokters.